Dan heeft er eentje problemen met mij als ik s'avonds bel. Waarschijnlijk te hard te praten. Maak je net van die hondenpoepzakjes of andere afvalzakjes. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer, de donderdag 14 januari en we leven om 14:30. Dan heeft er eentje problemen met mij als ik s'avonds bel. Waarschijnlijk te hard te praten. Mijn buurman. Maar wat mag ik van hem allemaal niet te klagen hebben over hem? Met zijn geluidsoverlast. Mij hoor je niet hoor. Nee, tenminste hij niet. Maar ik ben daar zo boos om. Ja. Hij maakt veel maal meer en vaker lawaai dan ik. Maar ja, oké. Ook schijnt mijn hond te blaffen. Nee, dus. Ik moet dat dan ook merken. Ja? Nou, zo zijn er vele malen meerdere dingen. Hij spoort niet. Maar ja, dat heet je. Mensen met een autisme, in het algemeen, leven in hun eigen wereld en die horen dingen die er niet zijn. Ja. Maar oké, het is vandaag dus donderdag, zoals ik al zei. Dus wees welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik ga zoiets met mijn hondjes uit en als ik terug ben, dan moet ik richting Karin bellen. En dan krijg ik hulp weer bij mijn telefoongesprek, want het gaat om een nieuwe mobiel en dat is allemaal geannuleerd. En het is allemaal vele malen moeilijker geworden dan het voor 2 jaar geleden was. Want 2 jaar geleden kreeg ik deze mobiel. Nou, dan ga je naar de winkel en je hebt het allemaal zo voor elkaar gefixt. Maar nu met de corona en het is allemaal veranderd. Hoe en wat? Ik snap er 2 keer niks van. Dus nou krijg ik daar hulp bij van Roderick. Dus ja, en er moet nog een telefoontje gedaan worden. Dus ja, een beetje druk en ik weet niet of ik aan de rest toe kom. Want ik heb natuurlijk ongewoonlijk knallende hoofdpijn. Erg pijn. Maar ja, ik heb gisteren ook wel weer veel gedaan. Want ik. Televisie is dus klaar. Het salontafeltje is klaar. Dus ja, dan is het. Die hoek wil ik dan werken. Maar ja, voor die takken, dan moet ik ook die tafel weer leeg hebben. Dus ja. Toestanden dus. Alom. Ja? En toen? Hallo? En toen? Ja, en dit moet ook allemaal nog weg. Maar ja, dat heb je. Dus ja, ik heb net weer een pijnstiller ingenomen. Ik hoop dat het dan toch zo meteen gaat zakken als ik naar buiten ga, frisse lucht. En ik ben er ook later, ik moet ook nog eten, maar mijn hondjes gaan voor. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Het is prachtig mooi weer hier aan deze kant. Dus ja, ik ga er even vandoor. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. En we spreken elkaar. Doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. De hele middag aan de telefoon gezeten, dat ik heb eigenlijk geen stem meer. Tenminste, ik moet hoesten. Nou, ik heb niks hoor. Ja, hoofdpijn, rugpijn. Niks verder. Maar een droge mond van praten. Maar ik heb net een bakje koffie gemaakt. Maar ook is de postbode weer geweest en die kwam 2 hele kleine pakketjes brengen. Dus ja, wie
Kleinste niet eert, is het grotere niet weert. Dus ik begin met de kleinste. En ik zit in de keuken, want het wordt alweer schemerig, want hoe laat leven we alweer? 16:46. Ook heb Roderick mij bijgestaan met telefoneren. Want het ging weer over dingen waar ik geen benul van heb. Dat gaat bij mij dan altijd fout, dus ja. Nou hoop ik dat het wel goed komt. En dat het niet weer geannuleerd wordt. Maar dat zal hopelijk wel niet, want we hebben heel veel doorgesproken. Het blijft aan mijn stromen. Hè? Dan moet het zakje open willen, hè? Wat een gepiel. Ja. Nou, dan knip het verder open. Aan één kant is het ook nog raar ook, hè, die zakjes. Lijken net van die hondenpoepzakjes of andere afvalzakjes. Nou, ik weet wat het is. Ja, dat moet mee naar boven. Want ik heb af en toe wel eens van die zwarte puntjes hier al. Dat vind ik een vies gezicht. Nou, dat kun je hiermee weghalen. Ideaal. Nou, dat was één. Ik zal het jullie trouwens even laten zien. Ja. Dan zullen we deze kant openen. En dat gaat sneller. Want dat is weer een... Zit hier. Hierin. Dan daar weer. Moet je dat weer zien open te krijgen. En je durft niet zomaar de schade erin te zetten, want je weet niet hoe groot het is opgevouwen zodat het erin kan. Toestand. Au. Wat breekbaar wezen ook. Dan zit. Ja, ken je dat? Ja. Plakbandje door. Ja. Ik weet echt niet wat het momenteel is. Dat heb je als je goedkoop inkopen doet, hè? Voor gratis. En dat je denkt dat maar de patiëntenkosten moet betalen of wat dan ook. Ja. Leuk is dat dan. Oorbellen. Ja, oorbellen. En jullie weten, ik ben zo gek als een deur, hè? Even kijken, hoe moet dat nou weer open? Zit het nog? Geweldig! En dan moet hij wel open willen. En ik zie wel een randje glimmen. Ja, komt er maar. Ga nou open. Gaat hij weer dicht? Dat is niet de bedoeling. O ja. Geweldig. Oh, wacht eens even. Oh, hij is al druk ook. Moet met secondenlijm gedaan worden. Dan moet ik eerst secondenlijm halen. Oh, gosje, dikkie. De bezem is eraf van één oorbel. Nou, dan gaan we dat eerst maken. Ik laat jullie er één zien, want die andere moet eerst gemaakt worden. Aan de weerskant is die geschilderd. Leuga. Maar ja, deze is Kaduki. Wat wil je voor die patiënten? De bezem. Nou, dat ga ik gewoon maken als ik mijn rust weer heb gevonden. Als de kerstspullen opgeruimd zijn. Dus jullie zien me vanzelf er wel mee.
Weer in een vlog, maar dat duurt al eventjes. Ik ruim het weer even op. Allemaal keurig netjes. En dan, ja, ik ben er wel blij mee. Echt. Zo, hup, even naar de zijkant jij. Die kant op, vliegen. Zo. Haakje naar beneden. Het zakje weer is dicht. Nou, dat kan ik opruimen. En dit moet naar boven toe. Dit gaat naar richting mijn oorbellen. Dat heb ik hier een aantal van beneden. Dat kan ik bewaren, want ik heb weer iets breekbaars voor de kerst erin. En dit is te stug, want hier zit ook van dat spul in, van dat plak, van die belletjes spul. Kom hier, jij daarbij. Zo, dan gaan we dit even weggooien. En ik eet vanavond gewoon weer brood met een gebakken eitje. En ik heb nergens zin in, maar ik moet toch nog even wel wat gaan doen. Ja. Ja, ik denk dat ik probeer de tafel leeg te halen. En dat ik vanavond zo'n soort kersttakken kan gaan doen. Ja toch? Hoop ik, want ik ben lang niet in orde. Van de hoofdpijn komt dat. Maar ja, komt wel weer goed. Ik hou gewoon vol goede moed. En ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Dat ga ik als eerste doen. Daar ben ik ook nog niet aan toegekomen. Omdat ik, ja, het heeft lang geduurd. We hebben ook gelachen hoor. Want ik had namelijk een telefoon besteld. Want daar ben ik weer aan toe. Om de 2 jaar mag dat. Hè? En dat was weer geannuleerd. Ja, hoe, wat, waarom? Weet je? Ja, bleek het dat die ene uitverkocht te zijn. Ja, dan moet je die, niet toe. Toegeven van ja, die is er nog. Nee, ja, was er niet meer. Dus wordt het geannuleerd. Maar ja. In ieder geval, we hebben nou. Roderick heeft er nou bijgestaan. En we hebben een heel gesprek met die. Ik heb het 2 keer moeten doen, hè? Want ik had al een heel verhaal verteld aan een meneer. En die. Die zegt, nou, ik ga even uitzoeken waarom het geannuleerd is. Nou ja, heb je geduld? Ja, ik heb geduld. Dus die zet mij in de wacht. Maar op een gegeven moment kreeg je een bandje weer te horen van... alle medewerkers zijn in gesprek. Oké. Okay. Nou, kan ik straks weer mijn hele verhaal opnieuw doen? En ja, dus. Maar toen hebben we ook naar de naam van de beste man gevraagd. En een hele lieve man, Mohammed. Nou ja, hartstikke bedankt, Mohammed. Ja, jij hebt heel goed geholpen. Heel fijn allemaal. En ja, het komt allemaal hopelijk nou goed dankzij jou. En dan kan ik binnenkort een telefoon verwachten. Mag ik hopen. Ja, ik krijg ook nog zo'n trekcode, weet ik veel. Maar ja, dat komt ook goed. Ik kan volgen. Dus ja, komt helemaal goed. En dan gaan we daar ook proberen mee te filmen. Maar ik moet hem eerst ook onder de knie krijgen. Dus ik zal eerst mijn mobiel erin zetten die ik nu voor telefoneren gebruik. Dus dat zal je dan ook al wel merken. Qua veranderingen, qua film, hoe dat het helderder wordt. Want die is natuurlijk weer veel nieuwer dan deze. Maar dan merken jullie dan wel, ja, dat mag ik hopen dat die toch ook wel beter is dan deze. Maar zolang ik die anderen nog niet echt ken, hoe dat werkt en alles moet erop, weet je, ik weet het niet allemaal. En dan probeer ik die ook eens te gebruiken om te filmen. Ja. Dus, maar het komt allemaal goed. Ja, dat komt vanzelf wel. Dus er komt eerst mijn andere mobiel hierop. En ja. Ja toch, we zien het, we zullen het beleven, ja. Maar ik vind het eigenlijk, voor mezelf vind ik het makkelijker dat, dat ding klaar staat, dat ik hem kan pakken. En dat ik niet mijn eigen mobiel steeds erin moet zetten of zo moet gaan zitten. Nee, daar hou ik niet van. Nee, het moet klaar staan, ik moet hem mee kunnen nemen. En ik moet hem kunnen pakken wanneer ik iets leuks vind. En dat moet niet met mijn mobiel doen die ik... weer ergens anders in heb om, nou ja, Pokémon jagen of wat dan ook, weet je? Nee, want ook dat moet er weer allemaal opkomen.
Nou ja, oké. Genoeg gesproken, genoeg gepraat. Ik ga weer een vlog aan elkaar zetten. Ik ga hier dit weer gooien. Mijn koffie gaat mee. En ik had ook nog boodschappen gedaan. Vuur hebben we. Ook dat heb ik niet gedaan. Geen zin in. Morgen komt Astrid weer. Nou, we zullen zien wat er morgen dan weer te gebeuren staat. Normaal is zij zo, de maandag werkt ze boven en vrijdag werkt ze beneden. Maar zolang ik hier in de troep zit, heb ze beneden niks te doen. Dus ik kan ze boven iets beter doen. Bij wijze van spreken de wasmachine en de droger even verschuiven en die hoeken ook even goed schoonmaken, etc. Op de slaapkamer weet ik veel, ja, ze zoeken het maar uit. Ja, haal dat eens even van zijn plek af en haal dat eens van zijn plek af en maak dat gedeelte ook eens schoon. Ja, toch? Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, hoe laat leven? 16:56, het is namiddag, bijna 5 uur. Als jullie eten gaan, zou ik zeggen, smakelijk eten, bon appetit. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En ik kom straks nog wel even terug. Ja hoor, zeker te weten. Nou, ik zou zeggen, tot dan hè. Doei!